Een gebied met bewolking en vooral in het westen ook flink wat buien regen trekt de komende uren naar het noorden weg. Vervolgens breekt dan uiteindelijk vanmiddag de zon door. Dat is goed te zien op deze satellietfoto, want de opklaringen liggen boven Frankrijk klaar. Vanochtend dus veel regen. Lokaal kan ook nog een klap onweer voorkomen. En de temperatuur daarbij op de meeste plaatsen rond zo'n 15 graden. Vanmiddag breekt vanuit het zuiden de zon dan uiteindelijk door. De temperatuur loopt op naar waarde rond 20 graden. Mogelijk dat in het zuiden nog wel een enkele nieuwe bui tot ontwikkeling komt. Vanavond dan klaart het flink op. Uiteindelijk wordt het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur blijft nog wel lang aan de hoge kant met waarde rond de graad of 17. Vannacht kan lokaal wel een nevel of een mistbank ontstaan. Morgen wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Lokaal of valt een enkele bui, mogelijk ook met een klap onweer. Temperaturen dan tussen 19 en 22 graden en opnieuw een matige wind uit het zuidwesten. Na het weekend gaan de temperaturen flink omhoog met op veel plaatsen zomerse waarde landinwaarts. Aan de kust blijft het wat koeler. Woensdag is een thermische uitschieten met dan lokaal zelfs mogelijk tropische waarden. Later op de dag is er dan wel weer kans op pittige regen en onweersbuien. Mijn naam is Hilfred Janssen voor weerplaza.nl.